uiteindelijk gekijkt. Vandaag even kijken in het kleine volkje van het kastje wat nog buiten staat. Buiten de bijenkast, buiten de bijenkate. En die wil ik gaan verplaatsen naar, zoals je ziet, die ruimte daar. Dat moet kunnen. Hopelijk raken ze niet gedesoriënteerd, want er zit maar iets van 30 centimeter tussen. Dus dat moet lukken. Het is vandaag 13 juli. En ik ga zaterdag op vakantie, dus ik wilde het eigenlijk gedaan hebben. Een beetje ongelukkig, want het blote benen. Dus we gaan even kijken hoe het lukt. Ik ben weer mijn standaard vergeten. Ik wilde ook eigenlijk alleen maar even kijken, maar ik merk dat die kast best zwaar is. Dus ik ga hem toch maar verplaatsen. En dan even observeren of die bijen de weg vinden. Oké, fijn dat je kijkt. Kijk met me mee. Heeft, maar eigenlijk past het helemaal niet. Erdoor. 5 centimeter breder de deur. Nou. Dat ziet er goed uit. Nog even opengemaakt. Ziet het mooi, hè? Hier zitten bijen tussen. En je ziet allemaal bijen tussen. En je ziet hier zie je ruimte, want dan kijk je door naar de onderkant. Dat betekent dat deze kant is ook nog niet uitgebouwd. Dat kan je ook nog zien. Deze kant is wel uitgebouwd, dus laten we zeggen 2, 3. En deze kant, de verre kant, is ook nog niet uitgebouwd. Dus we hebben 3 onbelegde ramen. Dus we hebben de afgelopen week, 10 dagen, hebben ze dus 1 raam belegd. Dat is mooi. Dus alle tijd om te zorgen dat ze hier geen ruimtegebrek gaan hebben. Je ziet al die honingcellen die zijn opengemaakt, die zijn ze nu. Zijn ze aan het leeg eten. Zie die tongetjes, hè? De tongetjes zuigen ze de honing op. Hier ook. En natuurlijk hier. Niets gaat verloren. Ja, ze zijn mooi rustig. Ze blijven mooi rustig zitten. Fantastisch volkje. Wat nou goed te zien is, is dat op die oude plek waar die bijen waren, ja, dan wordt het nou toch wel drukte van belang. Je ziet dat ze aan het zoeken zijn. Waar is de kast heen? Maar ze hoeven niet ver. Ze moeten alleen maar het hoekje om. En een aantal zie ik die vinden hun wel. Dus dat is mooi. Het gaat wel even duren. En ondertussen wordt het natuurlijk steeds drukker hier. Zoals je ziet. Dus dat betekent dat ik met mijn blote benen dat ik de boel ga inpakken. Snel weggewezen. Fijn dat je er weer was. Kort filmpje. Fijne zomer. En misschien weer subscriben of zo. Later.